Het is vandaag maandag, een nieuwe week. Ik ben echt stot en snot verkouden. Ik heb keelpijn. Nee, het is het gewoon even niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ben nu gewoon lekker aan het werk. Ik ga zo even naar school zitten. Ik ga sporten. Niet echt een bijzondere dag. Maar ja, die horen er ook bij. Ik heb net de vlog afgeëdit. Het is alweer 2:30 en ik wilde eigenlijk aan school zitten. But mission failed. Ik ben dus gewoon een beetje bruin. Ik heb namelijk rokbrun. Olie. Het is alleen hier in mijn neus gaan zitten. Maar rokbrun serum doe ik. Mee met mijn eigen serum. Dagcremetje een beetje. Gisteravond gedaan. Nu ben ik gewoon... Ik ben zeg maar niet wit. Wit. Ik ben gewoon een beetje kleurtje. Dus ik vind het helemaal chill. Kijk. Super chill. Soms komt het heel lastig over op camera. Ja, ik ga zo even omkleden. Even koffie drinken. En dan ga ik sporten dus. En dan heb ik mezelf afgesproken dat ik vanavond aan school moet. Het moet gewoon. Haar is zo vies en vettig. Godverdomme. En ik zag dus in de vorige week vlog hoe leuk het stond dat mijn haar had gekruld. Dus dat moet ik echt vaker doen. Het is inmiddels alweer 3:30. Ik heb al mijn spulletjes gepakt. En ik ga nu lekker sporten. Nou, de meiden zijn lekker in de sportschool. Ik heb mezelf beloofd dat ik meer ging vloggen. Want vorige week vlog heb ik zo weinig gevlogd. Dat ik dacht... Ik heb het fucking veel gedaan. Ja, daarom. Ik was zo boos op mezelf. Ik dacht echt, ik heb zoveel leuke dingen gedaan en heb ik elke dag maar 1 minuut gefilmd. Ja. Vibe. Maar ja, jullie vragen ook heel veel naar de sportroutine. We beginnen lekker met wandelen. Even op te warmen. Hoi allemaal, welkom bij mijn sportroutine. Vandaag ben ik niet heel gemotiveerd. Ik was ook een beetje ziek, as you know. Dus ja, weinig motivatie, weinig kracht. Beetje kantjes vannacht gelopen, maar maakt niet uit. Het beeld is trouwens gekropt, want ik wil niet andere sportende mensen er vol met een kop erop hebben. Zou ik ook niet waarderen. Maar ja, ik kies ervoor om mezelf te filmen. In ieder geval, we beginnen lekker met split squatjes. En nu gaan we deadliften. Ik doe het of met 2 losse dumbbells of met de stang gewoon. Nu even met de dumbbells. Ik had er zo geen zin in. En ik heb elke keer mijn laatste set gefilmd. Dat is echt super dom, want dan heb ik altijd geen motivatie meer. Echt geen zin meer. Maar goed, ik doe eigenlijk alles rond de 12 keer. En als het niet lukt, 10 keer. En als het echt niet lukt, 8 keer. Hip thrust doe ik allemaal 8 keer, want ik had echt geen motivatie meer. En dit doe ik 3 keer. Dus 3 sets van alles. Gaan dus hip thrusten aan allebei de kanten. 37,5. Nou, en hier was ik echt kapot. Hè? Dat was mijn laatste keer hip thrust. Nou, ik kon niet meer. Ik dacht hier ook echt, ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer. Maar ik ging. Hup, laatste setje. En... my god. Nou, dat was echt helemaal kapot. Hè? Maar we gaan nog door. Met een leg press. Nou, hup, leg pressen. You know. Ik was hier ook weer. Dit is ook weer mijn laatste set. Ik had er helemaal geen zin meer in. Maar goed, we staan er, jongens. Dood. Dit is echt de slechtste sportroutine die ik ooit van iemand heb gezien. Nee, ieder geval niet gezien, maar gehoord. De routine is verder wel goed hoor. 5 goede oefeningen, maar nou ja. Nou, we hebben gesport? Nee. What the fuck. Anna en ik hebben ons ding gewoon zo open laten staan, wat dom. Ik ben helemaal kapot. En ik ben zo moe en ik ben een beetje ziek. Dus... nou jongens, ik heb gedoucht en gegeten. En ik ben zo moe en... ik voel me echt niet fit, dus ik ga lekker mijn bed in. Ik probeer te slapen, want oh, ik voel me zo slecht. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Mijn haar zit echt een soort wild, jongen, echt. Ik kan er een soort van niks mee. Ik heb het al geprobeerd te stylen, maar het werkt niet. Ik ga naar Amsterdam. Ik heb namelijk van Rock of ROC Skincare... een event. En we gaan lekker brunchen voor moederdag. Bij de avocado show. Dus ik ga samen met mijn moeder. Helemaal gezellig. Ik heb een lekker kleurtje aan. Helemaal gezellig kleurtje. Lekker in het paars. Nou, kijk hoe leuk. Dus ja, we gaan nu de auto in en dan gaan we naar Amsterdam. Nou, mijn moeder en ik zitten gezellig bij de avocado show. Helemaal cute, ziet het eruit. En we zijn dus lekker aan het lunchen voor
Rock Cosmetics. Helemaal leuk. We krijgen zo meteen een goodie bag met allemaal leuke dingen. Dus dat laat ik thuis wel zien. Maar we zijn lekker aan het eten. Heerlijk. Nou, we zijn het geweest. We hebben echt een tas vol met leuke goodies gekregen. Het was echt helemaal gezellig, hè, mam? Het was heel erg helemaal leuk voor moederdag. Ja. Nou, heel erg bedankt. Zo, we hebben even een lekker koffietje en een carrot cake. En ik was net dus bij een pop-up store van Ten Revel in de Bijenkorf. Die is niet echt meer geopend als deze vlog online komt. Ja, tot 10 mei, dus misschien nog een paar dagen. Dus ben je benieuwd, kan je het in ieder geval even checken. En dan kan je het ook allemaal uittesten en zo. Dus ja, voor moederdag is deze vlog al online geweest. Dus, maar ja, het was wel even leuk om te zien. En nu gaan we lekker wat eten en drinken. Ik ben alweer thuis en ik ga snel door, want ik ga sporten. Anne wacht op mij, dus ik ga er snel vandoor. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik en Anne gaan extra dagje sporten, want we willen gewoon een beetje cardio doen. Want dat doen we eigenlijk nooit. En dat is ook gewoon goed voor je. Dus... ik ga nu naar sportschool, want anders staat voor de deur. Great, ik heb even lekker gedoucht. Hem omgekleed. Ik heb gewoon heel simpel een trui en een pantalon aan. En ik moet vandaag op school zitten. Ik heb zoveel zin en motivatie. Maar we moeten. Oh ja, misschien nog wel even leuk om te laten zien welke goodies ik gisteren allemaal heb gekregen. Als eerst van Ten Revel Glow Peel Pads. Dit moet je dus een tijdje opdoen en dan na een kwartiertje mij eraf halen van die pads en dan krijg je een more glowy skin. Helemaal leuk. Een handschoen waar je dus de tanningspul goed mee kan uitsmeren. Zo'n super chille band voor als je het zelf bijna opdoet. Oh ja, ik had van mijn moeder deze mascara gekregen, dus de MAC Stack mascara. Die schijnt helemaal viral te gaan op TikTok, dus ik wilde die heel graag. Heel lief van mijn moeder. Dan tanning drops, volgens mij. Liquids, tanning liquids. What to use. Ja, volgens mij zijn dit gewoon een soort tanning drops. Helemaal chill. En dan de Ten Revel Pro. Deze heb ik al. Maar super chill, want die liquid komt altijd van pas. Dus helemaal chill. Helemaal weer lekker voorraadje voor de zomer. Love it. En dan van Rock Cosmetics. Het is dus Rock, niet ROC. Like I said yesterday. Allemaal leuke goodies ook. Even de doos openen. Kijk, we hebben er allemaal uitleg over gekregen. Dus ik weet helemaal hoe het werkt. Maar het zijn dus serum capsules. Heel handig. Een dagelijkse serum gewoon. En een eye cream. En er zat ook een dag- en nachtcreme bij. Maar die ben ik vergeten mee te nemen. Want die lag op tafel. Nou, super dom. Maar ik heb gelukkig wel. Rock is echt een farmaceutisch. Een van de eerste farmaceutische merken. Die ook echt patenten hebben op bepaalde producten. En het gaat dus tegen huidveroudering. En hier moet je dus echt al vanaf jongs af aan mee beginnen. Dus ik ben heel erg benieuwd hierna. En dan een pillowcase, want dit is ook heel goed voor je huid en haar. Dus helemaal chill, die ga ik lekker op mijn kussen doen. Oké, jongens, voordat ik jullie op het verkeerde spoor breng, dit is gewoon een refill, niet een tanning drop, dus dat je het even weet. Ik heb van Skento deze geurkaars en geurstokjes gekregen en my god, ik liep mijn kamer in en ik dacht echt... ruikt het hier lekker? Niet normaal. Ik ga heel even een klein make-up doen. Want ik ga naar mijn opa. Die staat in het verzorgingshuis. En die zie ik heel weinig. Hij weet ook niet wie ik ben. Maar it's okay. Dus ik doe heel even een klein beetje mascara op. En dan gaan we de deur uit. Ik heb even de nieuwe mascara uitgeprobeerd. Die ik dus had gekregen. De MAC Stack. En holy guacamole. It works. Alright, ik heb net lekker gegeten. En ik ga nu naar Ann. Want we hebben zin in een McFlurry. En ik heb even een groene outfit aan. Met Jordans. Ik heb nooit met Jordans aan. Echt sad. Lekker truitje. Ik ga naar Ann. En ik heb hieronder ook mijn bikini, want we gaan daarna lekker een jacuzzi bij Nina. Dus helemaal chill. Ja, jongens, ik heb nog nooit zoiets steeds meegemaakt.
Oh, ik ben ook echt lang niet meer hier naar de Mac geweest. Ik ook niet. En dan kom je er weer een keer. Nou. Maar vanaf 20 mei. Zo, dan wordt hij helemaal gerenoveerd. Zo, kijk, binnen ook helemaal leeg. Nou, oké, dan gaan we naar een andere echelon. Oké, dan ga ik wel opzoeken of die open is. Want de Vomar ging om 7 uur dicht door Dodar, denk ik. Oh. Oh my god, jongens. We zijn net in de sauna geweest. Een half uur. Holy moly. Ik loop gewoon buiten in mijn bikini. En I don't give a fuck. Ja, het vloggen. Ik denk, ik loop gewoon buiten in mijn bikini. En ik vind het gewoon heerlijk. Kijk, lekker zonsondergang. Wauw. En nu gaan we lekker in de jacuzzi. Zo, wat een levensgenieten. Heerlijk. Lekker wijntje erbij. Oh, wat een leven. Wat een leven. Ik ben inmiddels thuis. Het is 12 uur. Ik heb lekker mijn skincare gedaan. Ik ga lekker slapen. Ik ben echt kapot. Morgen vroeg sporten. Dus ik ga lekker slapen. Goedemorgen, Wout. Het is donderdagochtend. Het is 7 uur. Ik ga lekker sporten. Het is gewoon al licht. Dat vind ik zo fijn. En vroeg wakker worden in het voorjaar. Ik ben een beetje aan het wakker worden nog hoor. Dus ik moet even een koffie zetten. Dan ga ik lekker sporten. Oh ja. Zo. Dit is zo lekker. Het is 9 uur. En ik begin nu mijn dag. En ik heb gewoon al lekker gesport. Dit is zo top. En het is ook gewoon chiller in het voorjaar. Dat het gewoon al lekker licht is en zo. Het voelt niet alsof je echt diep in de nacht opstaat. Maar goed, ik ga nu even douchen. En dan ga ik lekker een beetje maken. Ik ben de hele ochtend echt al super lekker bezig met school. Echt helemaal chill. Ik weet niet of het door het sporten komt. Maar ik voel me echt super chill allemaal. Ik ga nu lekker even lunch maken. Want het is maar 1 uur. Ik heb helemaal goede vangen. Ik zit echt al van 10 tot 1 uur alleen maar te knallen aan school. Het is zo chill. Maar goed, ik ga even wat lunch maken, want ik heb honger. Ik ben lekker een make-up routine aan het filmen. Een everyday make-up routine. Get ready with me. Ik ga zo meteen lekker uit eten. Met Lauren voor de verjaardag. Dus ik heb mijn make-up al gedaan. Mijn haar moet ik nog doen en mijn outfit ook. Maar mijn kamer was leeg. Dus ik moest hem even opladen. Maar... behind the scenes. Lekker bezig. Echt gewoon lekker kletsen. Lekker videootje maken. Love it. Nou, ik ben helemaal ready. Ik heb lekker mijn haar gekruld. Ik heb dus deze krultang. En ik had hem echt al een jaar niet gebruikt. Want ik wist eigenlijk gewoon niet hoe ik het moest gebruiken. Maar toen zag ik er een TikTok filmpje over. En nu zit het echt gewoon bizar perfect. Dus wil je het zien, check de video. Ja, dus dat eigenlijk. Helemaal leuk. Topje van Chiquelle, broek van H&M, schoenen van Naked. Helemaal leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag alweer vrijdag. Het voelt echt als een dinsdag. Ik heb zulke rare dagen, jongen. Gisteren was het echt vrij... Nou, ik kwam er gewoon over. Ik heb net lekker gesport. Het is 9 uur nu. Net lekker gesport al. Ik had wel vanochtend verslapen. Ik had om 7 uur kwart voor 7 mijn wekker gezet. En toen werd ik om 7:15 wakker gebeld door Anne van Saar, ik zie dat je nog thuis bent. Op zoek mijn vrienden. Ik vind me af. Wij hebben elkaar op zoek mijn vrienden. Ik vind het zelf echt totaal niet erg of zo. Mij mogen ze echt altijd weten waar ik ben. Dat boeit me echt kut. En andersom ook. Maar hebben jullie dat ook met je vriendinnen? Wij hebben dat heel erg. Niet dat we elkaar controleren, maar gewoon, oh, is ze er al bijna? Of wat is ze aan het doen of zo? Ja, weet niet. Maar goed, ik heb net lekker sport. Ik ga nu naar huis, douchen. En ja, weer aan school. Work, work, work. Right, het is inmiddels 1 uur. En besef hoe goed mijn krullen nog zitten. Dat is nog niet normaal. En ik ben er vandaag weer doorheen gegaan met de kam. Nou, ik heb echt een uitvinding. Ik doe even mijn vest uit, want hier binnen is het koud. Maar ik ga nu even lekker buiten lunchen. Topje is wel heel kort. Je hoort mijn tosti al. Helemaal gaan. Lekker. Tosti met kaas, tomaat en mozzarella. Nee, kaas, pesto en tomaat. Iemand zei dat ik mozzarella raar zei. Dus maar je hebt mozzarella of mozzarella. 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 Ik weet het niet. Mozzarella. Klinkt gewoon lekker, rolt gewoon lekker over de tong. Mozzarella. Of mozzarella. I don't know. Maar here's my lovely baby. En vanmiddag heb ik een afspraak bij Calma Clinic voor mijn oksels om te laseren. Again.
Ik ga wel een beetje opmaken nog, want ik ben spierwit. Maar ik ga nu even buiten op Gossip Girl kijken. Even chillen, even lunchen. Helemaal chilly willy. En nou, deze krultang is echt een uitvinding. Holy shit. Nou jongens, wat een fucking drama. Echt. Ik mezelf helemaal gefleekt, mooi gemaakt, leuk. Ik denk, ga lekker naar Amsterdam. Lekker lezen, mijn oksels en ik het allemaal. En ik sta nu op de A4 en er is een ongeluk gebeurd. En het staat gewoon helemaal stil. Ik sta echt gewoon al... Nou, ik heb over 2 minuten weg, zeg maar, een kwartier, sta ik al een kwartier vast. Misschien is het al langer. Ik ga elke minuut 5 kilometer per uur en soms niet. Dus ja, ik heb het gecanceld, want ik ga het never ever halen. En ik weet nu soort ook van niet wat ik moet doen, want ik kan deze snelweg niet af. Totdat, ja, dit is echt heel ver. Dus dan moet ik heel, zeg maar, voorbij het ongeluk, daar kan ik pas... Wat gaat die bus hier nou weer eng bij mij doen? Colobus er tussen. Ja, god. Ja, ik word er echt niet goed van. Iedereen komt even tussendouwen. Nou, in ieder geval, het is gewoon drama. Ik sta sowieso een uur vast. Echt zonde van mijn tijd en mijn leven. En ik verveel me. Ja, ik sta gewoon een uur vast. Wat een gekutje, joh. Jezus Christus. Nou, dit hier heb je toch wel geen zin in. Op je vrijdagmiddag met mooi weer. Hallo, wat is dit? Nou jongens, het is gewoon 40 minuten verder. En de girl staat er nog steeds. Wat een drama. Ik sta hier nog wel 70 minuten. Het zei mijn vader dat het 70 minuten lang duurde. Zo, dit zat wel heel erg. Echt, ik ben zo obsessief met mijn krultang die ik al een jaar in de kast heb liggen en nooit heb gebruikt. Love myself. Gelukkig heb ik mijn ijskoffie. Echt, wat een drama. Ik ben gezellig bij Bootje. En we gaan lekker chillen. En lekker borrelen. We hebben echt een mega borrelplank. Met een paar lekker hapjes. En nachos nog in de oven. Dus helemaal chill. Hallo allemaal, het is alweer zaterdag. Ik heb lekker gesport vanochtend en het video geëdit. Ik ga nu even douchen en daarnaast wil ik de Ten Revel Browning Mousse gebruiken. Heel erg benieuwd naar voor mijn lichaam. Dus dat ga ik na het douchen lekker doen. Het is inmiddels alweer bijna 5:30. Ik ga nu naar stand toe. Oh, het is 4:45. Nou ja. En ik ga lekker op de scooter. Dat had ik helemaal zin in. Ik dacht, het is best wel lekker weer. De zon schijnt en zo. Dus ik dacht, ik ga lekker op de scooter naar hem toe. Dan is het ongeveer 20 minuutjes of zo. Dus ja, dat is helemaal top. Ik heb hier mijn spullen. Ik weet nog niet hoe ik dit ga vervoeren. Het gaat nu niet in mijn buddy passen. Maar komt goed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Vandaag is het moederdag. Maar ja, ik heb vanochtend thuis even geluncht. Nee. Zeg nou allemaal. Ontbeten met mijn moeder en mijn vader. Gewoon even gezellig met z'n drietjes. En zometeen heb ik een feestje van Stans met nichtje. Dus het is bij een soort strandpaviljoen volgens mij. Dus ik heb lekker een jurkje aan en het is ook echt vet. Mooi weer. Ik heb dit super schattige jurkje aan van Shein. Blazer van Naked, tasje van Shein. En laarzen ook. En ik heb dus gisteren van die Ten Revel mousse gebruikt. Dat had ik gekregen. En het werkt top. En ik heb ook Ten Revel spray gewoon om mijn gezicht. Dus ik heb geen foundation op. Alleen een beetje bronzer en een blush. En een beetje concealer. That's it. Super chill. Maar dit is dus het outfitje. Hoe leuk. En mijn benen zijn heerlijk bruin. Love it. Ook echt egaal. Helemaal niet vlekkerig of zo. Super chill. En ik was even zonnebril aan het uitzoeken. But I'm not... Yeah, sure what I want. Hoi allemaal. Het is alweer de volgende dag. Ik hoop dat jullie de week toch heel erg leuk vonden. Ik heb weer een mega leuke week gehad. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. You know what to do. Like, subscribe, comment, follow. Everything. En ja, dan zie ik jullie. Nou, ik kom niet aan mijn woorden.
Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei.